Dit is de tweede editie van de Vakantieweek. Vertel. Ja, vorig jaar hebben we inderdaad de eerste editie gedaan. Dat was een groot succes. Totaal andere opzet. En nu hebben we iets nieuws bedacht voor een week. En dat is ook weer een succes. Nu kan het feest echt beginnen. Wildhouders zijn de dieven's favoriet. Ze rijden er rond met een dikke zak friet. In zuilen, goed zo. Het is een geheim. We moeten het snel vinden. Ik heb ook gehoord dat dit jaar het geheim van zuilen wordt onthuld. Dat klopt. Zuilen had vroeger de Demka-fabriek. En in de Demka-fabriek waren mensen die waren verslaafd aan chocola. En die bedachten op een gegeven moment een ketel waarin de mars werd gemaakt. En dat hoorden we van de heer Wim Scharenburg van het Museum Zuilen. Die vertelde dat de ketel waarin mars wordt gemaakt uit zuilen komt. Dus zonder zuilen geen mars. Wat ben je aan het maken? Ik ben een collage aan het maken. Het is een poppetje met een heel grote hoed, klein hoofdje, gewoon lichaam, veel te lange en te grote benen en inie mini schoentjes. Wat heb je met de kinderen gedaan? Ik heb met de kinderen collages gemaakt en kleine boekjes of kleine zines, zoals ze dat ook noemen. En de collage die ze gemaakt hebben was een soort oefening om de gekke creativiteit los te krijgen. Je ziet dat het ene kind dan denkt, nou ik heb hier een lijf, een hoofd en twee benen en het is klaar. Dan zeg ik, nee, dan moet je nog even van dat lichaam moet je die armen er nog even afknippen. Oh ja. Terwijl de ander die zegt, ja ik heb dit en dat. En dan een babyhoofd op een volwassen lijf. En dan een arm waar een glittermouw aan zit. En ja, het verschilt alles een beetje daartussen. Dat hangt heel erg af van hoe creatief en hoe vrij ze nog zijn in hun creativiteit soms. Wat heeft jou inspireren of gewoon motiveren om je kinderen zo'n vakantieweek te inschrijven? Nou, we gaan volgend jaar zeker weer de kinderen inschrijven. Of in ieder geval de jongste kind. Ja. Waarom? Omdat het een leuke bezigheid is en we krijgen een enthousiast kind thuis. Wat zou je zeggen aan de kinderen die misschien die eerste aflevering zien en niet konden komen deze week? Zou je ze voor volgend jaar uitnodigen? Ja, zeker. Ik hoop van mij dat dit een initiatief is die je iedere jaar wil blijven doen. Dus wat zou je zeggen aan de kinderen die nu kijken dat ze nog niet mogen doen dit jaar voor volgend jaar? Ja, ik hoop het dat het volgend jaar door kan gaan of weer van start kan gaan. Ik denk dat het allemaal van de subsidies afhangt en een beetje van de gemeente die de ruimtes hier verhuurt. Dus ja, wat mij betreft, ik zou er graag bij willen zijn. En alle kinderen die dit jaar niet geweest zijn, kom ook een keer meedoen. Want het is echt heel erg gezellig en leerzaam en leuk.